Meer banen en goed werk, dat zijn mijn topprioriteiten voor 2016. Het kabinet blijft keihard knokken voor meer werk, ook voor mensen in de lager betaalde beroepen. Meer banen is één, het gaat ook om goed werk, fatsoenlijk betaald, zonder te veel stress en goed te combineren met het leven thuis. Het gaat beter met de economie, we willen dat iedereen erop vooruit gaat en dat iedereen het herstel gaat voelen.